Hi, het is Tim hier en in deze video ga ik het hebben over de 5 kenmerken van een goede relatie. En het is wel handig om deze test voor jezelf te doen, om te kijken of je nog een goede en gezonde relatie hebt. Want als blijkt dat je een van deze 5 dingen mist, dan weet je in ieder geval waar het aan ligt en dan heb je ook weer iets waar jullie samen aan kunnen werken. Het eerste kenmerk van een goede relatie is: jullie doen je best nog voor elkaar. Dat zie je vaak als het even niet meer goed gaat in een relatie, als een relatie wat minder wordt of even wat slechter gaat. Het eerste waar je dat aan kan herkennen, is dat je ophoudt met je best voor elkaar doen. En dit gebeurt heel gemakkelijk en het gaat heel geleidelijk en vaak ook zonder dat je het zelf doorhebt, dat je minder je best doet voor elkaar. Denk bijvoorbeeld aan dingen als dat je je best doet om er mooi uit te zien op het moment dat je je partner ziet. Dat je je best doet om je mooi op te maken, mooi aan te kleden. Dat hij zijn best doet om er goed uit te zien voor jou. Dat hij op zijn gewicht let, dat jij op je gewicht let. Eigenlijk qua uiterlijk dat jullie je best doen om zo aantrekkelijk mogelijk voor elkaar te zijn. Ten tweede dat jullie je best doen op de kleine dingetjes. De kleine attente dingetjes die je voor elkaar doet. Of dat nou is dat je 's ochtends een kopje koffie voor elkaar zet. Of dat je elkaar een keer een massage geeft na een lange, zware dag. Gewoon de hele kleine gebaartjes zijn vaak heel belangrijk. En het zijn vaak de eerste dingen die, zodra een relatie een beetje in het slop komt, wat op de achtergrond raken. Dus dat is een hele belangrijke. Als jullie het best nog voor elkaar doen, is dat een heel goed teken. En ik zeg ook duidelijk jullie, dat wil ik nog wel even voor duidelijkheid bij zeggen. Want het moet niet zo zijn bijvoorbeeld dat jij heel hard je best doet, maar hij niet. Of omgekeerd, dat hij heel hard zijn best doet, maar jij niet meer. Het is echt een kwestie van, als jullie het allebei doen, is dat een heel goed teken. Dat tweede kenmerk van een goede relatie is dat jullie ook een leven los van elkaar hebben. Dat jullie ook zonder elkaar kunnen en dat jullie niet altijd samen zijn. Ik ken van die stelletjes, en ik ga verder ook niet zeggen wie het zijn of zo in mijn omgeving, maar ik ken heel veel van die stelletjes die op een gegeven moment bijna alles samen gaan doen. Ze wonen samen in één huis, ze gaan samen naar verjaardagen. Ze hebben samen een hobby die ze doen. En eigenlijk zijn ze constant samen en hun vriendenkringen worden soort van een beetje samengevoegd. En wat je dan heel erg krijgt, en dat gebeurt niet gelijk, in het begin lijkt het geweldig, want je houdt van elkaar, je bent verliefd op elkaar en je wilt zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen. En dat is eigenlijk gaat allemaal goed. Maar na verloop van tijd, dan krijg je zoiets als dat jullie nooit meer los van elkaar zijn. En dan heb je niet meer de gelegenheid om elkaar te missen. Als je elkaar ziet, heb je op een gegeven moment elkaar gewoon niks meer te vertellen. Want jullie maken immers alles samen mee. En als laatste, als jullie constant bij elkaar op de lip zitten, dan zie je automatisch dat hele kleine irritaties steeds groter en groter en groter worden. En dat je kleine dingen van elkaar gaat irriteren, terwijl dat eigenlijk volstrekt onbenullige dingen zijn, maar dat je juist daardoor weer conflicten krijgt. Het derde kenmerk is: jullie maken ruzie met elkaar en kunnen het dan na afloop elkaar vergeven. Ik wil hier wel even een kleine disclaimer bij geven. Want de meeste mensen die tegen mij zeggen, ja, ruzie hoort er nou eenmaal bij in een relatie, die hebben vaak echt een rotrelatie en vet veel ruzie en die proberen dat dan achteraf te rationaliseren of zo, of een verklaring te vinden voor veel ruzie. Nou, ik vind eerlijk gezegd dat ruzies niet echt in een relatie thuis horen. En ik weet dat ik daarmee een soort van onpopulair standpunt heb. Dat ik zeg van nou, echt wekelijkse ruzies of zo is echt helemaal niet goed. Maar eens in de zoveel tijd, een ruzie kan eigenlijk helemaal geen kwaad. Mits die ruzie na afloop ook opgelost wordt. Soms zie je dat je ruzies hebt en dat die ruzie steeds weer terug blijft komen. Dat bijvoorbeeld je ruzie hebt over één bepaald ding wat hij doet, wat jij vervelend vindt. En dan 3 maanden later hebben jullie daar weer ruzie over hetzelfde ding. En dat blijft er maar terugkomen. En je blijft eigenlijk, ondanks dat je verder wil gaan in een relatie en dat de ruzie op een gegeven moment ophoudt, vergeef je hem niet en blijft het hem kwalijk nemen. Nou, als jullie echt gewoon ruzie met elkaar kunnen zoeken en hem elkaar kunnen vergeven en die ruzies komen niet heel vaak voor. Sterker nog, in goede relaties zijn ruzies heel zelden. Maar als ze er zo zijn, dan kunnen jullie het daarna ook echt elkaar vergeven en weer verder gaan. En het vierde kenmerk van een goede relatie. En dit is, als je niet zo van pikante dingen houdt of wat dan ook, dan kan je misschien nu beter even wegkijken. Of als je een zwak hart hebt, dan is het misschien ook niet je moment. Maar een belangrijk kenmerk van een goede relatie is dat jullie regelmatig
seks hebben met elkaar. En ik snap heus wel dat het niet altijd zo kan zijn als in de eerste 2 maanden waarbij jullie iedere keer dat jullie in een ruimte zijn, elkaar bespringen, of dat het niet zo, altijd zo kan zijn als in de eerste 2 maanden. En dat het op een gegeven moment misschien ietsje minder wordt. Maar als je seksleven zeg maar steeds minder wordt en bijna niet bestaand is, of bij wijze van spreken dat je 1 keer in de 2 weken met elkaar naar bed gaat of dat soort dingen, eigenlijk altijd gaat dat op de lange termijn problemen opleveren. Een van de 2 personen die gaat daar last van krijgen. Ofwel gewoon simpelweg dat die persoon zichzelf niet meer aantrekkelijk gaat voelen, of dat jij je niet meer aantrekkelijk gaat voelen. Ofwel doordat een van jullie 2 het buiten huis op een gegeven moment gaat zoeken. En mannen zijn er heel erg in. Hè? Als ze heel weinig seks thuis hebben. Ik heb echt geweldige mannen met een heel sterk gevoel voor normen en waarden. Die echt goede mensen zijn. En die het beste met anderen en ook zelfs met hun vriendin voor hebben. En dat is heel gek. Maar ik heb die na afloop perfect horen rationaliseren waarom ze vreemd gingen. Door te zeggen... ja, ik had bijna geen seks meer. En daarmee konden ze het voor zichzelf goed praten of zichzelf voor de gek houden dat het oké was om vreemd te gaan. En kijk daar dus altijd mee uit. Het is altijd een groot gevaar. Bovendien, als je seks hebt met elkaar, er gebeuren allerlei dingen in je lijf. Er komen allerlei hormonen vrij, allerlei liefdeshormonen vrij, waardoor jullie dichter bij elkaar komen, je meer aan elkaar gaat hechten en je eigenlijk de verliefdheidgevoelens levend houdt. Dus seks is nou eenmaal heel belangrijk. En de mensen die zeggen dat seks niet belangrijk is in een relatie, daarvan kan je er bijna altijd van uitgaan dat ze op dat moment echt geen gezond liefdesleven hebben en dat het niet goed zit in die relatie. En het 5e kenmerk van een goede relatie is dat jullie elkaar beter maken. Je ziet heel vaak in een relatie dat mensen een soort van stoppen in hun ontwikkeling zodra ze in die relatie zitten. Ze stoppen met groeien. Ze stoppen met nieuwe dingen leren, ze stoppen met bijvoorbeeld sporten, ze stoppen met hun hobby's, hun passies. Ze stoppen misschien met hard werken om vooruit te gaan in hun carrière of om boeken te lezen of wat dan ook. En je kan soms zien dat zeg maar twee geweldige mensen, twee geweldige ambitieuze mensen met doelen en passies en dromen zeg maar, elkaar kunnen ontmoeten en bij elkaar in een relatie komen. En dat je ziet dat ze zo langzaam een beetje af gaan glijden. En dat ze steeds iets passiever worden bijna. Dat ze minder gefocust zijn om beter te worden. En of het dan is omdat ze in eerste instantie beter wilden worden omdat ze vrijgezel zijn. En dat ze aantrekkelijker willen zijn voor een potentiële nieuwe partner. Of dat ze gewoon meer vrije tijd hebben. Of ik weet niet precies waarom dat komt of hoe dat precies werkt. Maar het feit is dat je inderdaad heel veel mensen af ziet glijden in een relatie. En dat is gewoon zonde en dat hoeft ook helemaal niet. En in een goede relatie, wat je juist ziet, in de beste relaties, dan zie je dat mensen elkaar juist aanmoedigen, elkaar motiveren, eigenlijk elkaar beter maken en elkaar helpen om meer te bereiken en om te groeien in plaats van dat je probeert om je partner omlaag te halen of onbewust tegen te remmen in zijn of haar ontwikkeling. Dit zijn de 5 belangrijkste kenmerken van een goede relatie. Het zijn niet de enige kenmerken. Ik heb een test gemaakt met in totaal 27 kenmerken waarmee je kunt zien of je een goede relatie hebt, of je nog een gezonde relatie hebt. En tegelijkertijd dat je ook kan ontdekken van waar er dan nog verbetering is in jullie relatie. Nou, als je die test wil doen, klik dan even hier op de link in het filmpje of klik op de link in de omschrijving onder de video. En dan ga je rechtstreeks naar de test met daarin de 27 kenmerken van een goede relatie. En dan hoop ik voor jou dat je een fantastische relatie hebt en dat je niks hoeft te verbeteren. Of dat het in ieder geval maar een paar kleine verbeterpuntjes zijn waar je nog aan kunt werken. Dus klik op de link in de omschrijving of hier in de video. En dan zie ik je de volgende keer. Doei!